Hallo, hallo. Welkom bij deze eerste les. Ik vergeet natuurlijk weer, jullie zijn me inmiddels gewend om even wat water te pakken. Nou, dat ga ik dus gewoon even doen. Welkom bij deze eerste les. Wat is manifesteren? Ik moet eerlijk zeggen dat ik het altijd best wel een moeilijke vraag vind, omdat het antwoord heel erg gelaagd is. En je heel snel iets wat zo diepgaand en groots en prachtig is, platgeslagen wordt met woorden. Maar ja, we hebben nou eenmaal alleen maar woorden. Om elkaar iets duidelijk te maken. Misschien is er ook wel meer trouwens. Maar ja, ik heb nu gewoon woorden nodig om jou op deze vraag een antwoord te geven. Dus ik ga mijn best doen om dat op een hele zuivere, gelaagde manier te doen. Wat ik daarbij wil zeggen is, dit is de eerste les. En eigenlijk is de vraag op manifesteren, krijg je in alle lessen die daarna komen, daar steeds meer en meer het antwoord op. Ja? Dus we beginnen gewoon even helemaal bovenaan. Helemaal bij het begin. En hier en daar ook wat Jip en Janneke. Dus wat is manifesteren? In eerste plaats zou ik dan denken, het is gebruik maken van de wet van de aantrekkingskracht om je dromen waar te maken. Om je dromen te zien. Om je dromen te manifesteren. Maar goed, dus om je dromen te leven. Om ze daadwerkelijk te hebben en te zijn. Je kan het op de oude manier doen en je kan het op de nieuwe manier doen. En wat mij betreft, de nieuwe manier is dus om gebruik te maken van de wet van de aantrekkingskracht. Nou, wat is dan die wet van de aantrekkingskracht? Het is een samenkomst van meerdere natuurwetten, van meerdere natuurkrachten, zou ik eigenlijk willen zeggen. En als je deze krachten gaat doorgronden en slim gaat gebruiken. Dan is er geen enkele grens aan wat jij kunt hebben, aan wat je kunt zijn en aan wat je kunt doen in dit leven. Aan wat je met andere woorden kunt manifesteren. Nou, hoe werkt die wet dan? Kijk, ik weet dat ook niet helemaal precies. Tuurlijk ga ik je er heel veel over vertellen de komende weken. Waardoor je, ik ben er natuurlijk ingedoken, maar echt tot in de kern weet ik het niet. Het enige wat ik echt heel erg zeker weet, is de uitwerking ervan. En die is wat mij betreft ook veel belangrijker. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de zwaartekracht. Ik bedoel, we weten allemaal dat de zwaartekracht er is, maar jij en ik, ja, tenzij jij een of andere zwaartekrachtfreak bent, maar ik ga er even vanuit dat je dat niet bent. Jij en ik hebben geen idee. Wat nou precies die zwaartekracht is, waarom het bestaat, waar het vandaan komt, hoe het precies in elkaar zit. Hè? Maar we weten wel dat als we een pen in onze hand houden en we laten hem los, dat hij altijd naar beneden valt. Dus het gevolg, de uitwerking van de zwaartekracht, die kennen we. Nou, de uitwerking van de wet van de aantrekkingskracht is dit. Je trekt aan wat je gelooft. Jouw staat van zijn bepaalt welke situaties er in jouw leven naar jou toe komen. Dat is ook wel grappig als je kijkt naar de betekenis van het woord manifesteren. Dan is een van de synoniemen is, ontvouwen. Dat is grappig, hè? Dat is iets heel anders dan hoe we tot nu toe proberen onze dromen waar te maken. Namelijk al ploeterend en ons best doen. En ja, het is vooral een doen. Hoe we gewend zijn onze dromen waar te maken is een doen, terwijl manifesteren is een ontvouwen. Het is een ontvouwen omdat je gaat samenwerken met die wet van de aantrekkingskracht, met al die mooie natuurwetten, met die natuurkrachten. Je gaat eigenlijk die krachten gebruiken om jouw dromen naar jou toe te laten komen, te laten ontvouwen. En dat kan omdat jouw staat van zijn bepaalt welke situaties er naar jou toe komen. Je staat van zijn is gedachten en gevoelens. Een combinatie daarvan, je gedachten en gevoelens, is je staat van zijn. Of ook wel dat wat je aan het geloven bent. Dus je trekt aan wat je gelooft. Dus je gedachten en gevoelens, met andere woorden, bepalen wat er in jouw leven gebeurt.
welke gedachten en gevoelens jij gelooft, bepaalt wat er in jouw leven gebeurt. Dat is even een klein extra kanttekeningetje. Het is niet zo dat elk gedachte en elk gevoel zichzelf manifesteert. Het is de mate waarin jij gelooft in je gedachten en gevoelens, wat bepaalt of een gedachte of een gevoel zichzelf manifesteert. Het nu is een veld waarin al jouw huidige omstandigheden verschijnen. En die zijn er omdat jij bepaalde dingen hebt geloofd, want dat veld reageert op wat jij gelooft, op wat jij denkt, op wat jij voelt. Ja? Het nu is daarom een veld met onbegrensde mogelijkheden. Want jij hebt invloed op dat veld met je gedachten en gevoelens. Dat veld reageert op alles wat jij denkt en op alles wat jij voelt, a.k.a. op alles wat jij gelooft, wat waar is. Nou, dus eigenlijk hoef je alleen maar te geloven in je dromen en dan kunnen ze zichzelf manifesteren. Want dat is wat dit allemaal betekent, toch? Dat betekent alleen dat je voorbij je huidige omstandigheden moet gaan en moet gaan geloven in iets wat er nu nog niet is. Geloven in iets zonder dat er al een bewijs voor is. Bijvoorbeeld van mijn ziekte, toen ik nog ziek was en mezelf wilde gaan genezen met die wet van de aantrekkingskracht, moest ik gaan geloven dat ik gezond ben terwijl ik nog ziek was. Dat is niet altijd even makkelijk, maar dat heb ik wel moeten doen. Wat je ook kan zeggen als het gaat over manifesteren, datgene waar je met je aandacht bent, dat wordt groter en meer. Dus dat wat je gelooft, dat trek je aan. En dat waar je met je aandacht bent in het hier en nu, je huidige omstandigheden die er al zijn, en als je daar met je aandacht bij blijft, dan is dat ook wat er meer, wat je voedt en wat je in leven houdt en wat je bij je houdt en wat groter en groter en groter wordt. En we zijn meer met onze aandacht bij onze problemen dan bij onze dromen. We praten meer over onze problemen dan dat we over onze dromen praten. We mopperen meer over onze problemen dan dat we blij zijn over onze verlangens. We geven met andere woorden veel meer aandacht aan onze problemen dan dat we aandacht geven aan onze verlangens. Eigenlijk moet je dit gaan doen. Dus je hebt het nu, gewoon stel je voor dat dit het nu is, dat veld met onbegrensde mogelijkheden. En daarin verschijnen verschillende situaties, waaronder bijvoorbeeld dit een probleem is. En wat we doen is, we hebben onze aandacht bij het probleem. Er is ook het tegenovergestelde van het probleem, namelijk datgene wat je wel wil, dat zit hier. En wat we doen is, we zijn met onze aandacht bij ons probleem meer dan dat we met onze aandacht zijn bij datgene wat we wel willen. We geloven meer in dat probleem dan dat we geloven in onze droom. Ga maar eens na bij jezelf. Waar ben jij voornamelijk met je aandacht? En geloof jij meer in je dromen of geloof jij meer in je huidige omstandigheden? En nog erger, laat jij die huidige omstandigheden bepalen wat er mogelijk is? Je huidige omstandigheden, en dat, ik vind dat zelf echt een hele fijne realisatie. Een fijn hulpmiddel hierin, want wat ik net allemaal tegen je zeg is natuurlijk helemaal niet zo makkelijk. Maar als je je huidige omstandigheden gaat zien als oude manifestaties, oud nieuws, een oud verhaal. Het zijn letterlijk oude gedachten en gevoelens gemanifesteerd. En daarom zijn het ook gewoon spiegels. Ze spiegelen je alleen maar wat je tot nu toe over jezelf, over het leven en over die situatie aan het geloven bent. That's it. Dus alles van ziekte, een lege bankrekening, een uitgebluste huwelijk, een gebrek aan een grote liefde of een kinderwens die maar niet tot vervulling komt. Het zijn alleen maar spiegels van wat je tot nu toe hebt gedacht en hebt gevoeld. Van wat je tot nu toe hebt geloofd. Niet altijd bewust, gaan we het natuurlijk uitgebreid nog over hebben.
van waar je tot nu toe met je aandacht bent geweest. Ben je meer bij het probleem geweest met je aandacht, of ben je meer bij je droom geweest, bij hoe je het wel wil met je aandacht? Het zijn allemaal al die problemen van jou, al die dingen die je heel graag anders wil, waar je een verlangen op hebt zitten, die je graag wil verbeteren, of waar je helemaal van af wil. Het zijn alleen maar oude manifestaties en je hoeft er niet aan vast te zitten. Want alles waar jij naar verlangt, is er ook. Mits je bereid bent om dat meer te geloven dan die oude manifestatie. Manifesteren is dus bewegen van wat je niet wil naar wat je wel wil. En het is een beweging van geloven van wat je nu hebt naar geloven in wat je wel wil. Kiezen voor een nieuw verhaal, ja zeggen tegen je dromen en meer daarin geloven dan in wat ze lijkt onmogelijk te maken. Lijkt onmogelijk te maken. En dat is natuurlijk hartstikke moeilijk. Ik ben de laatste om jou te vertellen dat dat super simpel is. Maar ik ga je er wel bij helpen, natuurlijk. Nou, waarom is het zo moeilijk? Jouw gedachten en gevoelens over je huidige omstandigheden zijn hartstikke hardnekkig. En die omstandigheden voelen gewoon mega definitief. En geloven in iets wat je nu nog niet hebt en wat ook nog eens haak staat op wat je nu lijkt te hebben, voelt zo goed als onmogelijk op heel veel momenten. I hear you. Ik heb deze ook gekend. En daarom is het dus zo belangrijk dat je gaat ontdekken wie je werkelijk bent. Want ik zweer het je, de enige weg naar dat nieuwe denken en naar samenwerken met dit leven, samenspelen met het universum, gebruik maken van die magische krachten van het universum, kan alleen als je gaat ontdekken en het liefst ook gaat ervaren wie jij werkelijk bent. En in de volgende twee video's gaan we een deep dive doen hierin. Want er is maar één manier om met die magische wet van de aantrekkingskracht te gaan werken. En dat is in eerste plaats het leven te gaan doorgronden, maar in een veel grotere plaats te gaan doorgronden wie jij eigenlijk werkelijk bent. En heel eerlijk gezegd, eigenlijk is het antwoord op die twee vragen één en hetzelfde.